is klaar en in maart begint men met de bouw. Meer dan 3000 arbeiders werken er dag en nacht. Het gebouw moet in oktober operationeel zijn. De plaatselijke bevolking was er op dat ogenblik van overtuigd dat het de bouw van een elektrische centrale betrof. In Londen weten de autoriteiten niets af van deze bouw en dit blijft zo voor een lange tijd. Maar ten gevolge van een serie luchtfoto's die door de Royal Air Force waren gemaakt, besluiten de geallieerden tot het bombarderen van wat zij noemen een bouwconstructie met een heel speciaal karakter. Op 27 augustus 1943 worden vanuit 185 vliegende forten van de US Air Force, die door jachtvliegtuigen van de Royal Air Force en de Franse Vrije Luchtmacht werden beschermd, 366 bommen van elk 1 ton boven Epperlik losgelaten. Het noordelijk gedeelte van het bouwwerk is verwoest en een groot aantal arbeiders zijn gewond of gedood. Anderen maken er gebruik van om te ontsnappen. Het prachtige bos dat u hier omringt is dan niet meer dan een maanlandschap, bezaaid met kraters. En ook vandaag nog kunt u de indrukwekkende sporen zien van deze bombardementen. In november werd de bouw weer hervat met behulp van een groot aantal gedeporteerden van allerlei nationaliteiten. Om deze alle eer te betuigen, wapperen de vlaggen van al deze landen bij het begin van de weg die ze namen om naar hun kamp terug te gaan onder begeleiding van de kapo's. De weg die nu de vlaggenlaan Allee de Drapeau genoemd wordt. U ziet nu een reusachtige betonnen muur. De zuidelijke kant van de bunker bevatte een fabriek voor vloeibare zuurstof. 75 meter lang. 35 meter breed. En 33 meter hoog, waarvan slechts 22 meter zichtbaar. En toch vertegenwoordigt deze bunker nauwelijks meer dan 1/3 van de oorspronkelijk voorziene afmetingen. Aan de hoogte ziet u welk niveau was bereikt met de bouw op 27 augustus 1943, de dag van het eerste bombardement. Ontworpen door het Duitse leger is de B1 een vliegende bom die lijkt op een vliegtuigje zonder piloot. Ze stijgt horizontaal op en is een kopie van het vliegkantgebeginsel. Een lanceerbaan van 45 meter lang met een helling van 10% wordt ergens geplaatst in de richting van het te bereiken doel. Aan de voet van deze helling plaatst men de V1 die aan een zuiger wordt vastgehaakt en in de lucht wordt geschoten door middel van een chemische reactie. De V2 is op technisch gebied heel wat ingewikkelder. Ze werd ontworpen door het Duitse landleger en is de voorloper van onze moderne raketten. Ze wordt verticaal gelanceerd en wordt van de grond afgerukt dankzij een druk van 25 ton gedurende 65 seconden. Zo wordt de snelheid van 4 maal het geluid bereikt, ongeveer 5000 km per uur over 113 kilometer. Omdat de V2 niet uit de damkring komt, wordt deze niet in een baan om de aarde gebracht en valt terug in een vrije val. Door een gyrokompassysteem met ingebouwde versnellingsmeters wordt de opgaande krommingslijn behouden. De eerste verwezenlijking in serie van een inertiebeginsel. Als brandstof wordt ethanol toegepast en voor de ontsteking vloeibare zuurstof die naar de verbrandingskamer wordt gevoerd door een turbopomp. Aangedreven door de reactie van zuurstofperoxide met het permanganaat. Zo begrijpt men beter welke kracht de V2 had. Sneller dan het geluid, in die tijd niet te achterhalen. 5 maal zwaarder en hoger vliegend dan de V1. De V2 raakt de grond met een gewicht van meer dan 1000 ton en veroorzaakt daardoor een blaaseffect en een werkelijke aardbeving. Met een gelijke explosieve lading wordt de V2 veel verwoestender dan zijn voorganger, de V1. Gezien het grote aantal regelingen die nodig waren voor het afvuren van de V2's, werd het beginsel vastgehouden dit te doen vanaf zwaar beschermde bunkers. Bovendien werd het vervoer van de vloeibare zuurstof nodig voor het afvuren te gevaarlijk geacht en de bunkers hadden dingen als opslagplaats. Toen Hitler op 22 december 1942 het bevel gaf tot de bouw van een bunker in Noord-Frankrijk, werd de oberstluitenant Tom opgedragen de plaats uit te zoeken.
Op het eerste gezicht bleek de streek tussen Saint-Omer en Boulogne het gunstigste, omdat in het golvende landschap gemakkelijk vroegere steengroeven konden worden gevonden die gunstig konden zijn voor een dusdanige bouw. De toegankelijkheid per spoor en waterweg maakte de aanvoer van het nodige materiaal gemakkelijk. Na een zeker aantal plaatsen in de buurt van Zwart bij Nordosk van dichtbij te hebben onderzocht, werd de streek rondom Eperlec uitgekozen, wegens de uitzonderlijke eigenschappen. Een dubbele spoorbaan die Calais met Lille verbindt, een kanaal waar grote aken kunnen varen, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, een goed ontwikkeld wegennet en uiteindelijk een naar Engeland hellend dichtbooscomplex.